De tunnel mag dan straks wel tolvrij worden voor het personenvervoer. Maar wat dit betekent voor het personeel en de praktische uitvoering, daarover breekt ze zich nog wel eventjes het hoofd de komende tijd bij de Westerschelde-tunnel. En verder in deze Zeeland Nu Vandaag. Goes heeft een nieuw college. En wie neemt het straks op voor Zeeland? Goedenavond. Een dag na de jubelstemming bij de provincie over de geslaagde missie om de Westerschelde-tunnel tolvrij te krijgen voor personenvervoer is het stof inmiddels neergedaald. En blijkt dat er nog best wat vragen zijn over de praktische gevolgen. Zo gaat de deels tolvrije Westerschelde-tunnel ten koste van banen. Maar hoeveel precies er op de tocht staan is nog niet duidelijk. In de praktijk zullen dat vooral uitzendkrachten zijn. Maar daar wil ik ook heel helder in zijn. Soms wordt daar heel makkelijk over gedaan. Het zijn maar uitzendkrachten. Maar ook dat zijn mensen die hun boterham verdienen bij ons. En die hun werk met heel veel plezier doen. Ook is nog niet duidelijk wat het onderscheid tussen betalend vrachtverkeer en gratis personenvervoer betekent voor de inrichting van het tolplein. Kortom, nog genoeg om uit te zoeken de komende periode. Aangeschoven is Floris-Jan Sietsema. Ja, wat zijn die hoofdbrekens dan precies waar de directie zich over moet buigen straks? Nou, bijvoorbeeld over het personeel. Hè. Hoeveel mensen heb je nog nodig als nog maar een beperkt deel van de mensen die door die tolpoortjes gaat ook daadwerkelijk moet betalen? En sowieso, hoe richt je dat hele tolplein in? Hè? Krijg je bijvoorbeeld links de plek waar mensen zo door mogen rijden en krijg je rechts de plek waar dat vrachtverkeer dan wel moet betalen? Maar wat doe je dan als een vrachtwagen dan toch links gewoon gaat doorrijden? Kortom, dat is nog heel erg ingewikkeld. Ja, even over dat vrachtverkeer. Wanneer ben ik nou eigenlijk vrachtverkeer? Ben ik dat ook al als ik met mijn auto en een aanhanger door de tunnel ga? Er zijn vijf categorieën die nu voor een verschillend tarief zorgen bij de Westerschelde-tunnel. Je hebt bijvoorbeeld motoren, natuurlijk personenauto's, nou, vrachtwagens. Eigenlijk het verschil waar we nu dan over hebben heeft te maken met als je voertuig hoger is dan 3 meter of langer dan 12 meter. Dan ben je dus vrachtverkeer. Opvallend is nog wel Connection, want ja, je zou denken dat is personenvervoer. Maar ja, dat is natuurlijk wel een hele grote bus. Dus die valt ook nog steeds onder de betalende passanten. Misschien moeten we ook nog even hebben over kleine ondernemers. Want het zou natuurlijk zomaar kunnen zijn, stel je hebt een klein vrachtwagentje dat net nog dan dus zou moeten betalen. Dan kan het natuurlijk lonen om een nieuwe bus te kopen die dan net wat kleiner is, waardoor je dan toch voortaan gratis door de tunnel kan. Ja, kortom, niet alleen vragen bij de tunnel, maar ook dus bij de gebruikers daarvan. Eventjes over de juridische mogelijkheden. Is het eigenlijk wel mogelijk dat je dus onderscheid maakt tussen betalend vrachtverkeer en gratis personenvervoer? Die vraag leeft al langer. Er werd bijvoorbeeld eerst gekeken, kan je bijvoorbeeld Zeeuws-Vlamingen korting geven? Nou, dat mocht niet, want dan maak je onderscheid. Dus dat is nu inderdaad ook nog wel de kwestie. Kan dit? De Stichting Zeeland Tolvrij die heeft een jurist nu gevraagd om daarnaar te kijken. Dus ja, ook dat zou zo nog maar roet in het eten kunnen gooien. Kortom, er zijn heel veel vragen en Martijn nog maar heel weinig antwoorden. Floris-Jan, dankjewel. Een jaar na het onderwater zetten van de Hedwiegepolder leven er al volop vogels en vissen in het gebied. Dat blijkt uit tellingen die zijn gedaan. In juni en oktober zijn 15 vissoorten gezien en ook garnalensoorten zijn waargenomen. Dat is dan weer een lekker maaltje voor verschillende vogels die nu al in het gebied neerstrijken. Natuuronderzoekers stellen nu al dat het onder water zetten van het gebied een succesverhaal is. Niet schrikken. Wat moet je doen als er brand uitbreekt? Over het antwoord leren de kinderen van de Koelmansschool in Goes van alles in de praktijk. Achter jou staat een pan in de fik. Ja, dat klopt. Wat moet je doen? 112 bellen, denk ik. De Veiligheidsregio Zeeland vindt het niet alleen belangrijk dat kinderen weten wat ze moeten doen, maar dat ze deze kennis ook meenemen naar huis. Nou, ze krijgen sowieso een opdracht mee terug naar huis. En dat ze dus ook samen met de papa's en de mama's, de verzorgers, ook nog eens een keer wat dingen kunnen bespreken thuis. Hè. Hebben ze wel een vluchtplan of hun ervaring bespreken. En dan is natuurlijk nu de vraag, hebben ze er wat van opgestoken? Ja, heb je een beetje last van de rook? Ja, het is heel erg, doet zeer aan je neus een beetje. En behalve deze kinderen komen de komende 3 weken nog 10 basisschoolklassen langs om alles te leren over de brandgevaren. Goes heeft een nieuw college. De gemeente belandde in een politieke crisis nadat in september de partij Nieuw Goes uit de coalitie stapte. Daar komt nu het CDA voor terug. Dat betekent ook de terugkeer van wethouder Joost de Goffouw. Naast het CDA bestaat het college nu uit PvdA GroenLinks, SGP ChristenUnie en de Partij voor Goes. En we gaan naar het oude stadhuis in Goes. Daar staat voor ons politiek verslaggever Marcel de Kranen. Ja, Marcel, het CDA is dus terug van weg geweest. Jij was vanmiddag bij de presentatie, hè, van dat nieuwe coalitieakkoord. Wat was de sfeer?
Nou, de sfeer was opgelucht. Men is blij dat er weer een nieuw college is. Want in september was het toch wel schrik, hoor, toen Nieuw-Goes onverwacht opstapte. Nu, met de terugkeer van het vertrouwde CDA, hoopt men toch op politieke stabiliteit. Ja, er moest natuurlijk nog wel onderhandeld worden, hè, om het CDA er terug bij te krijgen. Hoe ziet dat nieuwe akkoord eruit? Nou, het CDA wilde wel dolgraag meedoen, hoor. Want toen ze vorig jaar bij de verkiezingen er opeens uitlagen, ja, dat voelde voor de CDA'ers toch wel als een erg koude douche. Maar goed, het coalitieakkoord is er nu. In vertrouwen samenwerken heet het. Alle partijen hebben eraan meegedacht, dus ook de oppositie. En er is wat, aan wat knoppen gedraaid. Er zijn accenten verlegd. Bestaanszekerheid en financiën, dat wordt nu erg belangrijk gevonden. Marcel de Kranen, dank je wel. Morgen dan is het zover. Dan zijn het de Tweede Kamerverkiezingen. En als we de laatste peilingen mogen geloven, telt de Tweede Kamer na de verkiezingen 4 Zeeuwse leden. Jacqueline van den Heel van de VVD, Anita Pijpeling van GroenLinks PvdA en Raymond de Roon en Patrick van der Hoef, allebei van de PVV. 2 van deze 4 geven nu al aan dat ze na de verkiezingen graag willen samenwerken. Anita Pijpeling uit Middelburg en Jacqueline van den Heel uit Goes treffen elkaar hier voor een Zeeuws scholierendebat. Van den Heel zit al in de Kamer voor de VVD. Pijpeling maakt nu grote kans voor GroenLinks PvdA, nadat ze jaren gedeputeerde was in Zeeland. Ze kennen elkaar en willen straks samen gaan werken. Ik denk bijvoorbeeld aan onderwijs, maar dan gecombineerd met zorg, zorgopleidingen in Zeeland. Ik denk dat dat heel belangrijk is en ik denk dat we elkaar daar zeker kunnen vinden. Ja, dat is zeker het geval. Ook wij vinden natuurlijk heel belangrijk dat de onderwijsvoorzieningen in Zeeland goed zijn, maar ook zorg en openbaar vervoer bijvoorbeeld. Ik denk dat we elkaar daar snel zullen vinden. Punt is wel dat de VVD graag nieuwe kerncentrales in Zeeland wil. GroenLinks PvdA niet. Dat gaat geen ruzie opleveren, zeggen de twee. Mijn statement is altijd wel: zoek eerst waar je elkaar kan vinden en kijk dan hoe je de verschillen kan overbruggen. En ik praat er over verder met collega Arianna Lafort. Ja, jij volgt voor ons de verkiezingen. Dit zijn de kandidaten van GroenLinks, PvdA en de VVD. Maar er zijn nog 2 kandidaten van de PVV. Ja, 2 kandidaten, hè, zoals de peilingen er nu naar uitziet voor Zeeland in de Tweede Kamer. PVV-kandidaten. Allereerst Patrick van der Hoef. Ja, een bekend gezicht in de Zeeuwse politiek. Zit voor de PVV in de gemeenteraad van Terneuzen en in de Zeeuwse Staten. En ja, dan Raymond. Ja, wat je over hem kunt zeggen is dat hij al heel veel jaar voor de PVV in de Tweede Kamer zit. En ook al in de Zeeuwse Staten. Hij is 2 jaar geleden vanuit het midden van het land naar Aardenburg verhuisd. En nou ja, goed, hè, daarmee is hij dus een Zeeuwse PVV'er geworden. Maar ja, wat dat betreft, we kunnen moeilijk contact met hem krijgen. Hij blijft een beetje onder de radar. Raymond de Roon staat prominent op sites van de PVV in de Tweede Kamer en in de Zeeuwse Staten. Maar het lukt maar niet om met hem in contact te komen. Op het provinciehuis in Zeeland zit de Roon naast PVV-collega Patrick van der Hoef in Provinciale Staten. Maar de stoel blijft leeg, ook hier vandaag geen de Roon. Is hij een beetje bang voor ons, dat hij ons niet te woord wil staan? Oh, dat lijkt me sterk. Dat doet natuurlijk veel voor de PVV, ook in het buitenland. En dan is het natuurlijk wel wat moeizamer om, als je ver in het buitenland zit, om af te spreken hier in Zeeland. Van der Hoef heeft wel zin in een Kamerlidmaatschap en wil zich daar sterk maken voor een gratis nieuwe Zeelandbrug. De Zeelandbrug die moet over een tijdje vervangen gaan worden. Ja, daar moeten we nu wel mee. Wie gaat dat betalen? Ja, dat ongetwijfeld. Maar dat zou de Rijksoverheid natuurlijk zelf ook wel moeten doen. Niet alleen Zeeland kan te dragen. Daar moet je natuurlijk wel hard voor maken. Ja, Ariane, dat zijn een beetje de 4 Kamerleden een beetje aangestipt. Maar gaat hij nou echt met z'n 4 samen optrekken voor Zeeland? Je zou zeggen dat met name natuurlijk GroenLinks, Partij van de Arbeid en de PVV erg ver uit elkaar liggen. Maar iedereen zegt, hè, alle 4 die we gesproken hebben, of liever gezegd Patrick van der Hoef en natuurlijk ook Anita en natuurlijk Jacqueline. Hè, die zeggen ook van Anita en Jacqueline, ja, gekozen is gekozen. Dus we willen graag samenwerken, ook met de PVV, als dat goed is voor Zeeland. Maar goed, wellicht blijft het trouwens niet bij deze 4, hè, die in de Zeeuwse, in de Tweede Kamer verkozen gaan worden. Want je ziet ook een aantal mensen die op de kandidatenlijst staan, die er toch wel redelijk dicht tegenaan zitten, hè? Bijvoorbeeld Christine Govaert, en dat is dan voor de BBB. En Chris Simons voor de VVD staat ook nog steeds op de lijst. Dus ja, met een beetje geluk hebben we over een paar jaar toch wellicht wel 6 Zeeuwse Kamerleden. Maar 4 zekerheidjes toch wel, zoals het er nu naar uitziet. Tot slot, hè, morgen de verkiezingen. Wat zijn de Zeeuwse thema's?
Ja, ik denk dan toch voornamelijk op dit moment aan de kerncentrale. Hè. Natuurlijk, wat dat betreft, Partij van de Arbeid GroenLinks heeft duidelijk aangegeven, nou, wij zijn tegen. Dus ik denk dat heel veel mensen dat toch in hun achterhoofd gaan houden met het stemmen. Maar ja, goed, wie met een Zeeuws hart wil stemmen, ik zou zeggen, vul de Zeeuwse kieswijzer aan, hè, het kieskompas. En dat is allemaal te vinden op onze site. Marianne, dankjewel. De dag startte rustig met hier en daar wat nevel of mist. Gevolgd door vrij helder weer met vooral landinwaarts nog wat bewolking. Morgen weer kans op enkele mistbanken. Daarna neemt de zon het over. Voor even dan toch, want daarna ook vrij snel meer bewolking bij maximaal 8 graden. En de dagen erna weer een grotere kans op regen. En tot zover deze Zeeland Nu van vandaag. Morgen natuurlijk verkiezingsdag. En daar hoeft u niet veel van te missen, als u tenminste uw radio of tv aanzet. Want vanaf 7 uur morgenochtend crossen verslaggevers door de provincie om live verslag te doen. Dat morgen dus vanaf 7 uur. Dan voor nu nog een hele fijne avond.